Burgemeester en wethouder stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor de nieuwbouw van woningen aan de Schepersweg in Uden ongewijzigd vast te stellen. Vlakbij het sportpark Molenijnd tussen Schepersweg en de A50 in Uden ligt een perceel met 3 woningen. De familie Van den Berg heeft samen met de gemeente het initiatief genomen om, naast deze 3 woningen, nog 17 extra woningen te bouwen. Het gaat om 2 onder 1 kappers. Volgens wethouder René Perenboom is er veel belangstelling voor. Het is een mooie locatie vlakbij het centrum, maar ook dichtbij het buitengebied. We verwachten dat dit plan na goedkeuring van de raad snel van de grond kan komen, aldus wethouder Perenboom. Zeker 15 jaar is er onderhandeld over kosten en kostenverdeling tussen verschillende partijen. Om het plangebied bouwrijp te maken en voor de aanleg van een stuk geluidswal investeert de gemeente 580.000 euro.